C in de pocket. Allemaal gaan afwerken. Is het lekker water? En hoe goed? Papa, ja. Ja, twee. Goed gebouwd. En dan? Ja! We slaan meteen. Best wel koud. Is dit nog even chill, hè? Goedemorgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag heerlijk weekend, zaterdagochtend. Knus bij de kerstboom en bij ons kerstopen haartje zijn de kinderen niet aan het spelen. Maar gisteravond hebben wij pakjesavond gevierd. Dit hebben jullie vorige week al online gezien. En de kinderen zijn vanochtend alweer lekker aan het spelen met hun nieuwe speeltjes. Goedemorgen kinderen. Kijk, hier zitten ze allemaal. Ik ben mijn popse haar een mooie kleurrijk aan het maken. Kijk, ze had een rainbow pop. Dit waar. Kijk, ze is helemaal wit. En nu zie je al een beetje kleur. Mooi. Ja, en met die auto erbij. En Luan is hier aan het spelen met Lucius. Lucius ligt hier op de bank te rollenbollen. Jongen. Deze had Luxie gisteren gekregen. Maar dat heeft Luan ook weer een interessant dingetje. Stiekem wel, ja. Toch wel, hè? Nou, we zijn gewoon lekker aan het chillen deze zaterdagochtend. En vandaag komen Luan en Lucilla ook met hun optreden in de ZEP Kids Top 20. Ja. Dus gaan we straks ook weer lekker kijken. Dus kijk vandaag weer gezellig. Oh, met ons mee. Kom hier, Poppy. Op. Oké, dus heb je er genoeg van? Oh, had je er genoeg van? Kijk eens even zo zitten. Kijk zo zitten. Is het zo weer goed? Dat nog lekker in de trappelzak. Nog lekker allemaal in de pyjama. Ja, maar we waren alweer lekker vroeg uit de veren. Want ze konden niet wachten om met hun cadeautjes te spelen. En daar hebben ze er een hele weekend tijd voor. Het is altijd fijn als we het iets eerder vieren. Als het zondag want hadden gevierd. 5 december is altijd is op een zondag. Hè? Nou, toevallig dit jaar is het op een zondag. En dan kunnen ze de volgende ochtend niet meer met een speeltje spelen. Omdat ze naar school moeten. Dus vandaar dat we het dan iets eerder hebben gedaan. Kan ik deze vlog kon ik ook eerder online zetten. Ja, maar nou is de Sint alweer het land uit. Voor jullie in ieder geval. Voor ons is dit weekend nog, maar wij hebben het al gevierd. Hey, een hele goede morgen, vader. Daar kwam papa ook binnen. Goedemorgen. Ben je ook weer wakker? Ja, het is alweer druk in de kidsclub. Ja, Lucilla heeft een hele mooie rainbow pop. En Luxie ook. En je kunt die haren kun je kleuren. Ja, en dat is natuurlijk nog wel de ideale droom van ieder, nou ja, bijna ieder meisje, denk ik. Tenminste, van mij had het vroeger ook wel een droom zijn geweest. Dat je gewoon lekker aan de haal kan gaan met de eigen poppen. Papa. En de haartjes kan kleuren. Ja, het zijn hele lange haren en hele mooie roze haren. Kijk, mama. Roze haren. Oeh, mooi. Kijk, dat zijn allemaal van die kleurtjes. Er zit ook gewoon echt gel in. Ja, ja. Wow. Leuk, hè? Een hele mooie poppetjes. Mooi, hè? Wauw, heel mooi. Kijk, dan net zo. Zo, hoe heet ze? Kijk, en hier heb je van die leuke dingetjes. En als je die dan opendraait, dan zit daar een kleurtje in. Heel leuk. Oeh, die is mooi, die paars. Ja, hè? Kun je hem verder doen? Dan kun je gewoon wel even ja. Dan hou je hem onder de kraan en dan was je hem weer schoon en dan kun je het weer opnieuw doen. Wauw. Dus dat is wel een leuk bezigheidje. Ja, en ik heb de hele tijd al geskillerd. Ja, ze heeft de hele ochtend geskillerd. Want ze hebben gisteren nieuwe skillers en rolschaats gekregen, de meisjes. Luan had dat al, maar de meisjes nog niet. Dus die hebben vanochtend al lekker in de gang met de rolschaats. Ja. Hoe gaat het? Die staan daar niet. Maar mama, deze glitter is niet zo fijn. Nee? Is een beetje te glitteren? Ja, kijk, dit wordt dat zo geworden. Oh ja. Maar je kunt het weer uitwassen. En dan kan je weer nieuwe erin doen. Luan die is hiermee aan het spelen. Dat zijn van die adventure ballen. Ja, en door het bedieningspaneel kan je ze helemaal door het hele zon doen. En dan weer deze. Ja. Deze. Ja. Zo. Oh, zo. Oh. Ja. Zo. Ja, dan gaat hij zo. En nog een keer.
zo. En dan. Dus ook echt wel even een puzzel om even over na te denken. Dan gaat Luxie het proberen. Alle balletjes erheen. En dan zelf op het bedieningspaneel kan ze dan al die balletjes besturen. En dan Luxie. Ja. En dan die knopje drukken. Lucie had dit leuke schaap alpacaatje. Wat is het? Lamaatje. Van gisteren van Sinterklaas gekregen. Ja, vind je die zo mooi? Oh, waar is hij nou? Hier is hij weer. Hier is hij weer. Hm? Ja, ook die. Ja, oh mooi. Sila, heel mooi. Oh, kijk dan. Vandaag. En Pietjes, hebben jullie het niet ontzettend druk nu? Ja, we hebben het eigenlijk ontzettend druk. Maar voor de kids op 20 maken we zeker even tijd. Toch, Goede? Absoluut, maken we altijd tijd voor natuurlijk. En ik zit hier naast Luan en Lucilla. Wat gezellig dat jullie er zijn vandaag. Wat heb jij allemaal op je verlanglijstje staan eigenlijk? Nou, poppen, ja, een beetje die meisjesdingen. En wat hoop je echt te krijgen? Dat weet ik niet. En jij? Ik denk wel een spel voor een spelcomputer. En Sil, ik denk dat jij make-up en haarbanden. Oeh! Zie je ook? Ja, is dat zo? Ja. Luan, jij hebt meegespeeld. Het is lief van jou, Lu, dat je haar hielp. Hoe was dat? Nou, dat was super leuk om te beleven. Want dan ging ik optreden met alle Pieten. En Sinterklaas zat er natuurlijk bij. Want ik mocht, Leuk, hè? Ik vergeet Piet was kwijt. En ik mocht een liedje ervan zingen. En hoe was het om met zoveel Pieten en natuurlijk Sinterklaas te spelen? Nou, dat was super leuk om mee te beleven. Ik vond het echt super leuk om er weer te zijn bij de Club van Sinterklaas. En ik vond het nummer ook wel super leuk met Coole Piet en Dans Piet. En dan ben ik heel benieuwd, zijn er ook bloopers tijdens de film? Nou, bij mij was het wel top, bij Lucilla ook wel, maar... Hebben de Pieten nog bloopers gemaakt? Nee, eigenlijk niet. Nee, het was helemaal ready, het was helemaal goed. En ik heb gehoord dat er heel veel lekker snoepgoed bij de film was. Ja, pepernoten. En wat nog meer? Schuimpjes. En wat vond je dan het allerlekkerst? Schuimpjes. De schuimpjes? Ja. Oké, en Pietjes, ik begreep dat jullie een hele belangrijke taak hadden, want Pietje Fernando, die was vergeten. Maar vergeten jullie vaker Pietjes? Nou, normaal gesproken nooit. Nee, maar dat ging dit jaar een beetje verkeerd. Ja. Pietje Fernando, dat moet natuurlijk even gezegd worden. Pietje Fernando was dit jaar de sleutelpiet. Hij had van Sinterklaas de gouden sleutel gekregen. Die namelijk op alle deuren past. Want sommige kinderen thuis hebben natuurlijk geen schoorsteen. En dan komt die gouden sleutel goed van pas. Maar ja, Pietje Fernando was vergeten om die gouden sleutel mee aan boord te nemen. Dus die is toen snel van de boot afgesprongen. En zijn sleutel gepakt die nog onder zijn kussen lag. Oké, dat klinkt ontzettend spannend, maar komt dat dan wel weer goed? Ja, ik wil eigenlijk niet te veel verklappen, maar Sinterklaas zegt altijd, altijd komt alles goed. Luan komt graag met zijn moeder. Graag met zijn moeder stond er. Leuk, hier. Oma. Lucie. Blijf steeds proberen. En zeg nooit, ik kom het niet. Maar gedraag je als een echte piek. Luan houdt van hip-hop. Leuk! Dit zijn de Club van Sinterklaas en Luan Bellinga met Het Vergeten Pietje. Oeh, Lu, nummer 2. Oeh, wie staat er op nummer 1? Ja, en dan zijn we alweer bijna bij het hoogtepunt van de uitzending, namelijk de bekendmaking van de nummer 1. Wil je nou je stem uitbrengen? Dat kan. Dan ga je naar kidstop20.nl. En ik heb hier een heel geheimzinnig pakketje. En Luan, wil jij dat even uitpakken? Nee. Oh?
zit erin? Even kijken. Ja. Oeh, een briefje. En wil jij even oplezen wat er op dat briefje staat? Ja. Dat kan jij. De nummer 1 van deze week is cadeau en Lucilla Bellinga, mijn allerbeste vriend. Ja, wat geweldig. Jullie zijn de nummer 1. Hier is cadeau met Lucilla Bellinga. Leuk hè? Hey. Superleuk. Allerbeste vriend. Allerbeste vriend. Lucilla is gek op zingen en ballet, staat er. Ik ook bij Jesse. Ja, jij ook. Lucilla houdt van spinazie met gehaktbal. Dat klopt. Lucilla kan niet zonder haar twee broers en zusje. Dat is leuk, hè? Een kleine broertje slaapt nu, maar altijd samen. Ja, Luxie dansen. Leuk. Superleuk. Nou, top gedaan, jongens. Heb je het gezien? Ik heb deze pop van Sinterklaas gekregen en ik heb haar haar gekleurd. En ik ook, kijk! En jij ook een mooie pop. Zo. En hebben we nu aan een spelcomputer? Ja, maar dat was voor de PlayStation. Dat dacht ik al. En ik heb ook skilaars, die heb ik nu aan. Welke kreeg je dan? Kan je even goed doen? Deze. Ik heb roze. Ja, Luxie heeft roze. Pak maar, Luxie. Goed zo. Ja, Luxie heeft die. Ja, maar zie ik ze. Leuk hè? Water niet zo erg als je niet zo en als je niet zo water lekker vindt. Ja. Zo jongens, vandaag is het zaterdag en normaal gaan we op zaterdag vaak naar het zwembad. Alleen vandaag had badmeester Martijn het druk, dus kon hij vandaag ons geen les geven. Volgende week gaan we wel weer naar zwemles en gaan we weer oefenen voor C. Vorige week hebben jullie kunnen zien dat badmeester Martijn heeft gekeken hoe Luan en Lucilla en ook Daniel zwemt. Want ook Daniel gaat op voor diploma C, aangezien hij die vroeger nooit heeft gehaald. En badmeester Martijn dat... zei toen Luan naar Lucilla voor... toen Lucilla voor B ging. En achterkwamen dat Daniel eigenlijk helemaal niet goed zijn diploma's heeft gehaald. Dus C gaat hij ook alleen aan B. Mag ook C gaan behalen. Ze hadden huiswerk gekregen. Daniel moest goed leren drijven, want hij bleef niet drijven. Lucilla moest de koprol oefenen en het borstkrol. Want het borstkrol is normaal bij B is het gewoon zo. Maar nu bij C moeten ze zeg maar happen, lucht, onder water, happen, lucht. Dan, nou ja, Daniel kan dat beter voordeel doen. Dat moesten ze dus oefenen. En de koprol moest Lucilla oefenen. En Luan moest ook het borstkrol oefenen. En dan zouden ze volgende week kunnen ze dat dan laten zien aan badmeester. En hopelijk, kunnen ze dan de week daarna
allemaal op voor C. En dan hebben ze ook allemaal, inclusief Daniel, C in de pocket. Maar ja, dat is een mooi doel. Dus. En, ik zei, ik heb het zwembad natuurlijk helemaal gestofzogen gisteren en eergisteren. Ja, schone kan het niet. Dus ik denk dat het goed is. We gaan ons huiswerk doen, wat mensen meteen als je kijkt. Ja, dus we gaan lekker vandaag plonsen in ons zwembad. En we gaan, gaan zelf zwemles geven in ons eigen zwembad. Ja. Maar eerst gaan we de bikini aandoen. Ja. En tada! We hebben de zwemkleren aan, jongens. En we gaan eens even kijken waar de kids zich verblijven. Want die hebben zich ook ondertussen lekker omgekleed. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Voor zwemles? Ja! Hij heeft ook een bikini aan. Wat zit je nou daarachter? Niet daarachter kijken! Nou jongens, kom, we gaan lekker best... Nee, het is toch gewoon mijn bikini? Maar als je die kant daar had, Dit is gewoon mijn bikini. Ik heb even een andere bikini aan. Dat vinden ze opeens heel apart. Zie je? Ja, schatje. Nou, Lucius die laat ook even lekker slapen, jongens. Die doet gewoon lekker zijn ochtendslaapje. En wij gaan gewoon lekker met z'n allen het zwembad in. Kijk, we hebben er al helemaal zin in, volgens mij. Hey, maar, Sil, we gaan wel lessen. Want jullie moeten oefenen voor C. We zijn aangekomen op Lucilla haar kamer. En dan staat hier haar schatkistje. En hier heeft ze alle andere diploma's al in. A en B. Dit is het zwempaspoort van Lucilla. En hier staat dus B. Of C, sorry. Dit moet ze allemaal nog gaan halen. Maar als het goed is, moeten we dit allemaal gaan afwerken. Want dan, als je dat allemaal kan, dan kan je op voor diploma C. Maar mama, je moet een vinkje erbij zetten. Dat moet de badmeester doen. Hè? Want die moet kijken of je dat echt kan. En dan gaan we vanuit onze keuken zo naar ons zwembad. Komt u maar naar ons zwembad, jongens. Nou, Luan, ik weet hoe je hem open moet maken. Ja, het is hier wel wat frisjes. Dus als je snel in het water springt, dan blijft het warm. Want het water is wel lekker warm. Open zwembad. En papa het zwembad open. En dan zo gaat het zwembaddek open. Hij piept alleen nog wel een beetje. Je hebt nog sokken aan. Ja, ik klopt. Ik heb nog sokken aan. Dat is die handen. Terwijl de kinderen hun zwemkleding gaan aandoen. De kleren waarmee ze moeten gaan zwemmen. Want ze moeten natuurlijk gewoon met kleren aan gaan zwemmen vandaag. Want ook dat moeten ze oefenen voor zwemdiploma C. Ga ik heel even kijken wat voor dingen ze allemaal precies moeten kunnen. Als ze diploma C gaan halen. Dat is het zwem met zwemkleding in koprol. Voorover van de kant maken. Met kleding in de helphouding liggen. Met kleding 15 seconden water trappelen. Met kleding zowel over als onder de mat doorzwemmen. Met kleding zelf aan de kant klimmen. Met kleding 50 meter schoolslag zwemmen. Met kleding 50 meter rugslag zwemmen. Op een goede manier duiken. Door een duikscherm zwemmen. Tot wel 9 meter, die wel 9 meter ligt. 100 meter schoolslag. 100 meter rugslag. 15 meter een mooie borstkrol. En 15 meter een mooie rugskrol. 5 en daarna 10 seconden drijven op de buik. En 5 en daarna 20 seconden drijven op de rug. Een koprol voorover maken in het water. En met een mooie hoekduik naar de bodem. 5 meter wrikken op de rug. En de hurksprong met het hoofd boven water. En 60 seconden water trappelen. Nou, dat is een hele lijst. Luxie is er al ingeplonst. Maar Leon en Lucilla die staan op de kant met hun kleren aan. En als eerste wat jullie gaan doen is dus met een koprol in het water. En dan zwem je baantje op je rug heen. En op je buik weer terug. En dat dan 4 keer. Dan hebben jullie 50 meter. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Een koprol, hè? 1. Ja. Doe maar. Hoppatee. Goed zo. En zwemmen. Is dit lekker water of is het lekker water? Die wel, hè? Ja, ga je ook maar mee zwemmen hoor, Luxie. Zwem maar mee. Zwemlessen. Zwemlessen. Luxie gaat ook zwemlessen. Wat zwembadwater boffen ze volgens mij wel betreft. Want dit is warmer, jongens, dan het wedstrijdbad waarin jullie in zwemmen in het zwembad. Is het lekker water? Ja. Ja? Toppie. En op de rug weer terug. Heel goed. Goed je armen benen lang. Rustig zwemmen. Luxie die komt er ook even tussendoor. Goed zo, Luxie. Je hebt ook heel arme benen. Kijk hoe goed Luxie die schoolslag al doet, hè? Laat maar zien, schatje. Doe je heel goed. Goed zo. Nou, papa heeft ook zijn shirtje aangedaan. Die moet ook voor C. Alleen zijn broek mist. Nou, papa, koprol vanaf de kant. En dan heen en weer zwemmen. Daar gaat hij. Bommetje. Oh. Goed zo.
En zwemmen. Oh, lekker warm. Lekker, hè? Dit is het therapeutische bad, dit. Goed zo, Lucilla. Lange benen maken en lange armen. Lange armen, lange benen. Goed zo. Ik voel me echt een beetje de badje of nou zo. Hier vanaf de kant. Goed zo, Luxie. En weer terug. En weer terug. Armen, benen lang. Op de rug. Goed zo, Luxie. Oh, kijk dan, Luxie gaat ook op de rug. Heel goed. Nu aan op de rug. Goed zo. Ja, goed zo, Luxie. Kijk dan hoe goed. Luxie, wauw. Wauw. Goed zo. Oh, Luxie. Niet Lucilla afleiden. Goed zo, Sil. Ja, kijk, daar komen de meisjes aan. Ja, ze gaat echt goed hoor. Heel goed, Luxie. Toppie. Kijk dan. Lange armen, lange benen, Lucilla. Goed zo. Heel goed. Ja. Top. Luxie doet gewoon mee. Toppie. Nu heb ik niet van die, echt van die badmesjes spullen, maar we hebben iets gevonden om dit mee te doen. Ik wil dat wel. Dan moet je hem zo vasthouden en dan in de helphouding. Papa houdt zijn boot vast, oké? Ja, in de helphouding liggen. Zo? Goed zo. Ja, zoals Lucilla ligt. En zoals Lua ligt. En papa, ja, zoiets. Ja. Nou, die zingt. Volgende is het 15 seconden water trappelen met de kleren aan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Toppie! Nu moeten ze met de kleren aan door het gat zwemmen, of onder een mat doorzwemmen. Die hebben natuurlijk niet echt een mat zoals wat meester Martijn die heeft. Zijn het de visjes die zijn daar lekker aan het spartelen. Maar we hebben hier wel een hele grote pizzapunt. Dus hier kunnen jullie wel onderdoor en overheen zwemmen. Oh ja, wacht even dan. Ja, dat mag jij ook doen. Ik zie wel ook doen. Nou, lekker wezen hier neer. Zo. Lucilla zwemt eerst hier. En dan moet ze onder deze pizzapunt door. Ja, heel goed. Toppie. En dan daar bij die paal draait ze om. En dan gaat ze weer terug eroverheen. Heel goed. En dan op de pizzapunt klimmen met de kleren aan. Goed zo. Klim er maar overheen. Ja. Niet stiekem een stukje ervan afhappen. Van die pizzapunt. En weer doorzwemmen. Oké, Luan, kom maar. Daar komt Luan aan. Als eerst onder de pizzapunt door met de kleren aan. Ja, dat gaat helemaal toppie. En dan ook doorzwemmen, niet aan de kant hè. Tot de paal en weer terug en weer terug. En dan moet je er overheen. En dan er overheen. Ja, goed zo. Hoppatee. En weer terug. Oké, Luxie, kom maar met papa. Daar komt papa en Luxie. Ja, Luxie die vaart mee met papa. En dan, oh, moet je even niet onder water, Lux? Nee, zeker wel, ga mee. Oh, 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 oh. Ja, het ging goed. Heel goed, Luxie. Ze zit er nog steeds op. En weer terug, papa. En nou moet je er overheen. Oh, dat vindt ze leuk. Luxie wil er ook overheen. Goed zo, Luxie. Klim er maar overheen. 1, 2. Oh, goed zo. Toppie. Goed zo. Nou, papa nog. Luxie, pas op, hè. 1, 2. Oh. Ja, nou ja. Die keuren maar een soort van goed. Nou, dit hebben ze ook top gedaan. Op naar de volgende. En de volgende is met de kleren op de kant klimmen. Dus kunnen jullie op de kant klimmen? Kijk dan. Ja hoor. Zelfs Luxie kan het. Toppie. En nou even kijken of papa het kan.
Nee, kom papa aan hoor. Nee, je mag geen hulp, Luxie. Papa moet wel zelf doen met zijn diploma. Nou, keuren we dit goed? Ja. Ja? Oh. Duiken en dan probeer zo ver mogelijk onder water te zwemmen, goed? Ja. 1, 2, 3. Nou, dat was een mooie duik. Kijken hoe ver ze kunnen. Oh, de Silla gaat even door. Goed zo, heel mooi hoor, heel ver. Toppie, dan gaan we onder water zwemmen tot waar mama staat. En dan moet je proberen, want we hebben geen duik gehad. Probeer de bodem in ieder geval één keer aan te raken. Okay. Goed? 1, 2, 3. Ze gaan wel diep. Ze gaan wel diep. Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Ja, oh, supergoed. Lua gaat nog even door. Heel goed. Oh, papa gaat ook nog even door. Toppie, Sil. Goed gedaan, schatje. 9 meter zit in de pocket. Nou, Lux die doet ook mee. Die spettert mee, de kleine motorboot. Tot zover hebben ze het eigenlijk allemaal supergoed gedaan. Alleen nu komt de borstkrol. En met borstkrol gaat Daniel even uitleggen aan de kinderen hoe ze het ademhalen moeten doen. Als ze zo aan het zwemmen zijn. Want Daniel kan best wel goed de borstkrol. Dus jongens, even luisteren naar badmeester papa. Goed? Wat badmeester leerde met de borstkrol. En zat je in. En dan met de arm. En dan weer. Ja. Dus niet. Dus. Oké. 1. En dan. Het is zo leuk. Ja, jullie zijn aan de zijkant ademhalen, niet in het midden. Ja. Papa gaat het één keer voordoen. Ja, met één borstel. Even kijken. Ja, die heb ik goed. Kijk, zullen we? Je kan het goed van voorzien, zwemmen en aan de zijkant ademhalen. En aan de zijkant weer ademhalen. Zien jullie dat? Ja. Nou, zijn jullie er klaar voor? Ja. 1, 2, 3. Ja. Goed zo, Sil. Ja, goed zo, Luan. Ja, oh. Hoofd aan de zijkant laten. Goed zo. Ja, dat zag er al goed uit, Sil. Toppie, en nou terug. Heel goed, jongen. Weer terug. En iets meer stroom eigenlijk. In en naar boven. Lange armen. Lange baan. Ja. Silla, Silla moet nog een beetje oefenen. Sil. Aan de zijkant, Lucilla, aan de zijkant. Lucilla, je wil zo om. Ja, zo. Probeer goed in de armen te blijven. Dat moet zo. Goed oefenen dit, aan de zijkant. Ja, aan de zijkant. Goed zo. En ze houdt haar hoofd, zie je dat? Je doet het heel goed. Alleen wat je vergeet is ooit te blazen onder water. Dus naar boven. Ik geef het zo. En dan. Snap je, onder water uitbrengen. Nou, nog één keer, laatste keer. Dus onder water uitbrengen. Dus wat, jullie deden het heel goed. Jullie deden het heel goed. Het enige wat je moet onthouden: 1, 2, inademen. Goed zo. Luan gaat hier wel goed, vrij goed volgens mij. Boven je arm vast,
Dus ja. Wat zo, wat zo. Ja, aan je arm. Goed zo. Goed zo. Ja. Dat gaat al beter. Oh. Goed zo. Goed zo. Je had alleen maar 2 keer omdat je dit deed. Maar dan wel wat netter zwemmen. Het was nou een beetje spetter de spetter. En dan nu de rugscroll. 1, 2. Nou, die rugscroll die wil wel. Ja. Yeah. Oh. Ga een beetje schuin. Toppie. Nou, die is ook in de pocket. Klaar voor de start? Af. 5 seconden drijven. 1, 2, 3, 4, 5. Zwemmen. En 10 seconden drijven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Toppie, kom maar weer terug. Oké, en nu op terug. Klaar voor de start? Af. 1, 2, 3, 4. Oh. 5. Zwemmen. Zwemmen. En 20 seconden drijven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toppie. Gelukt. Klaar voor de start. Af. Nou, eerst zwemmen. En dan op deze lijn de koprol. Goed zo. En dan de hoekduik. Ja, heel goed. En nou Lucilla. Ja, rechte benen. Ja. Weer zwemmen en weer terug. En de hoekduik. Rechte benen. Goed zo. En Lucilla. De hoekduik. Mooie rechte benen. Mooie rechte benen. Goed zo. En. Oef. Bijna recht. Hoekduik. Papa de hoekduik. Nou, dat was niet echt een hoekduik. Dat was niet echt een hoekduik. Ja, ik kom niet zo diep. Oh. Luan doet even de koprol voor. Kijk, een rechte koprol. Kijk, en je hoofd is weer recht. En dan zwem je weer rechtdoor. Zie je dat? Ja, we gaan een neus prikken. Ja, dan moet je je adem uit je neus blazen. Dan gaat het water er niet in. Ja, en dat doe je terwijl je koprolt. Doe maar. En rechtdoor zwemmen weer. 1, 2, 3. Koprol. Recht. Nee, ze pakt hem schuin. Nee, dat was schuin, liefie. Je moet vaart maken, Stella. Als je even iets zo zwemt. Zo. Heel erg rustig in het water. Ik kan daar wel dat ik eruit ga. Ja, zo. Dat is een rechte koprol. Klein maken. Als een klein bolletje. Net als op de trampoline. Dat is een salto. Ja, dat is een salto. Automatisch. Een rechte koprol. 1, 2. Nee, het was weer schuin. Hij was weer schuin, liefie. Papa gaat hem leren aan jou. Zo, oké. Beetje tempo. En anders naar boven. Helemaal recht. Dus je hoofd moet echt recht naar beneden gaan. Ja, moet je ondertussen. Moet je onder de armen blijven. Moet je onder de armen blijven. En uitblazen als je een goed op hebt. 1, 2. Een rechte koprol. Ja, goed zo, Lucilla. 1, 2, 3, 4, 5. Toppie. Eén laatste onderdeel, jongens. En dat is op de kant staan en dan springen in het water zonder dat je hoofd onder water gaat. 1, 2, 3. Ja, goed zo. Toppie. Ja, en dan zijn we bij het laatste onderwerp aangekomen, liesjes. En ze moeten 1 hele minuut, 60 seconden, water trappelen zonder de kant aan te raken. Ja.
papa doet mee. Klaar voor de start. Af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halve minuut. 31, 32, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ja! 1 minuut. Helemaal top, jongens. De zwemles is afgelopen, jongens. Jullie hebben de top in gedaan. Ja, heel goed geoefend. We blijven oefenen. En nou gaan we lekker zwemmen. Warm in de sauna. Lekker warm in de sauna. De Lucie is ook lekker zwemmen. Zullen we ook samen lekker zwemmen? Jongen? Schatje. Ga ik hem even een zwembroekje aandoen. En dan ga ik ook lekker, lekker zwemmen. En we hebben goed geoefend vandaag. Voor zwemles voor diploma C. En hopelijk kunnen ze heel binnenkort alle drie op voor diploma C. Maar we blijven oefenen. Nou, eens even kijken of ze nou lekker in de sauna zitten. Kijk, zitten jullie lekker warm? Oeh, we beslaan meteen warm te worden. Oeh, het ruikt lekker. Lekker, hè? Nou, als jullie even lekker gaan chillen in de sauna, doe ik Lucius zijn zwembroek aan. Ja. Doeg! Disclaimer, jongens. De kinderen zitten heel even in de sauna. Sauna is niet heel erg heet. En de deur die gaat gewoon zo meteen weer lekker open. En kunnen ze in ieder geval even lekker opwarmen van het zwemmen. Want het is hier namelijk best wel koud. Aangezien jullie geen verwarming hebben. En het vriest buiten. Dus ze zitten even lekker op te warmen in de sauna. Zo, gaan wij ook lekker zwemmen? Gaan wij ook lekker zwemmen? Ah. Ja, dan moet ik wel even jouw zwembroekje aan doen. En nou zet je dan lekker in je trappenzak. Ja. Ja. Schatje. Hm? Zo. Ja, lekker vibeltje. Heb je zo lekker geslapen? Oh, ik vind... Heb je zo lekker geslapen? Ja. Ga je mee in het zwembad? Ga je mee in het zwembad? Hm? Zo. Zo. Nou, meneertje ook zijn zwembroek aan. Heeft meneertje ook zijn zwembroek aan? Kijk dan. Oh, kom je. Nou, gaan we ook lekker zwemmen. Ja, gaan we ook lekker zwemmen. Oeh, wat lekker water. Nou, we hebben wel best een zwemles gehad van mama. Dus hier is. Ja, toen sliep jij lekker, vind je? Lekker geslapen. Hallo, die oogjes. Dat is mooi, hè? Poeken, 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 poeken. Ik opwarm in de sauna. Deur open, jongens, en hij is niet heet. Heerlijk, hè? Het is zo warm geworden. Nou, grote zwembad is dicht. En dan heb ik nu nog een verrassing. Lekker in het warme. Jacuzzi. Oh, lekker, vriend. Oogjes, hè? Is dit nog even chillen? Nou, papa komt er ook zo bij, duifjes. Zaterdag de hele dag hier in de jacuzzi. Ja, heerlijk. Wat een druk hier in bad. Wat een druk hier in bad. Dit is leuk.
Nou, even lekker poedelen met mama, hè? Nou, nog even lekker poedelen. Ondertussen lekkere worstenbroodjes in de airfryer en een kippensoepie in de pan. Lucie is al helemaal moe van het zwemmen, dus die ligt weer lekker te slapen in zijn wiegje. En kijk eens wat de meisjes aan het doen zijn. Wauw, zijn jullie in het rolschaatsen? Goed zo, Lucie. Oh, schattig. Je doet het goed, Lux. Heel goed. Ja, boom. Moet je hem proberen op het kleed. Geef mij een hand. Het is natuurlijk nog hartstikke glad. Nou staan. Oh, ik heb je. Oh, ja. We gaan naar het kleed. Dan ga je dus iets minder... Oké, dan ga je hier eens even een beetje op oefenen. Zie je dat? Ja, noem maar om de tafel. Dan kan je goed vasthouden. Maar dit is juist lastiger. Is dat lastiger? Nee. Moet wielen met de, rollen met de wieltjes. Goed zo. Ja, maar jij kan al wat langer rolschaatsen. Ja. En nu dan skileren, aan. Maar... Mijn mam. Jij hebt het ook moeten oefenen. Ik wil hier op staan. Je blijft zo wel staan. Ja, geef mama maar een handje. Dan kun je het proberen. Oh. Kijk, ze begint gewoon zo. Want zo gaat ze wel leren hoe ze de beweging moet maken. Zonder dat het zo stroef is. Goed zo, schatje. Heel goed van jou. Doe maar om de tafel van een rondje. Mama, ja, ik kan hier zo. Een rondje maken. Heel goed. Ik kan hier een rondje maken. Laat maar zien. Mama, nee. Goed zo, Lucilla. Lucilla kan dat supergoed. Luxie ligt nou op de tafel. Nou, Daniel blijft volgens mij de hele dag in zijn badjas. Lekker chill, toch? Ja, ik wil even laten zien dat ze kan rolschaatsen op het kleed. Mooi hoor. Ja, dan begin je eerst met oefenen op het kleed en dan gaat het daarna net zo goed als bij Lucilla. Wow. Goed zo. Oeh, dat is glad, hè? Oh, oeh, ja, dat is een stukje glad zo. Even nog even gekleed. Ah, ik zie. Worstenbroodjes zijn lekker klaar. Ik dacht van even lekker wat warms in de buik, jongens. En vandaag doen we het echt even lekker rustig aan. En kunnen de kinderen natuurlijk ook gewoon lekker met hun cadeautjes spelen. En ik dacht, ze kunnen wel een lekker soepje gebruiken naar zo'n zwemlesje. Want dat hebben ze best wel weer goed gedaan. En hopelijk kunnen ze dan binnenkort snel afzwemmen. Dat zal wel fijn zijn. Dan hebben we voordat het jaar afgesloten is, hebben alle grote kinderen dan het diploma in de pocket. Maar nu eerst eventjes lekker een soepie. Even een hele kleine schaaltjes. Daniel en Luan zaten nog even lekker met z'n tweeën in de jacuzzi. Kom je eruit, jongen? Ik heb kippensoep. Vind je het lekker? Hoog je maar snel af. Dan gaan we zo even lekker een schaaltje kippensoep eten. Nou, kijk eens aan. Luan is ook weer lekker afgedroogd. Heb je zin in een lekker soepie? Ja. Een lekker kippensoepie met worstenbroodjes. Ja. Als je zusjes er nog niet hebben opgegeten. Heb je er wat overgelaten voor broer? Nee. Nou, met verse tomaatjes erbij. En een lekker... En een lekker soepje. Worstenbroodje. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja. Zo jongens, dit was onze lekkere chill zaterdag hangdag. Hopelijk vond je het leuk, zo'n zwemlesje bij ons in het zwembad. Zeker nog wel goed oefenen, voordat we straks op kunnen voor diploma C. Mm-hmm. Wij gaan lekker ons soepje eten, Lucie is lekker aan het slapen. En zo meteen mijn kinderen gewoon lekker spelen met hun cadeautjes die ze hebben gekregen. En rolschaatsen en skileren in huis en gewoon lekker chillen op de bank. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien jullie graag weer morgen in een nieuwe vlog. Tot morgen! Feest lekker met ons mee, je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan, doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee en blijf.